Dag beste vrienden, vandaag 9 april, vrede, blijven wij ons vertoeven in deze genade van deze Paasweek. En dag na dag ontdekken wij details, maar die tonen grote genade vanuit Pasen. En vandaag gaan wij ontdekken of herontdekken de kracht van de naam van Jezus, de kracht van verrijzenis dat wij in deze naam mogen en kunnen vinden. Stellen wij onze harten open voor de Heer, voor zijn geest, voor zijn genade op deze dag voor ons door dit moment van lectio. Dan de eerste lezing komt uit de Handelingen, hoofdstuk 4. In die dagen, toen Petrus en Johannes na de genezing van de lamme tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempel en de Sadduceeën op hen af. Verontwaardigd dat zij het volk onderricht hebben en Jezus en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden, legden zij de hand op hen en namen hen in verzekerde bewaring tot de volgende dag, omdat het al avond was. Vielen echter van hen die de toespraak gehoord hadden, namen het geloof aan, en het aantal mannen steeg tot ongeveer 5000. De volgende dag kwamen hun overheden, oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeen, tezamen met de hoge priester Annas, met Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. Zij lieten hen voorleiden en vroegen: Door welke kracht of in welke naam hebt gij dat gedaan? Toen sprak Petrus, vervuld van de Heilige Geest, tot hen: Overheden van het volk en oudsten, indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen, waardoor deze genezen is, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreer, die hij gekruisigd hebt, maar die God uit de doden heeft doen opstaan. Dat door die naam deze man hier gezond voor u staat. Hij is de steen die door u, de bouwlieden, niet zwart werd geacht en toch tot hoeksteen geworden is. Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden, en geen andere naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden. Dan het is een heel duidelijk uitleg. Het is de vervolging van de verhaal van de genezing van deze verlamde man. En wij zien dat Petrus door deze vervulling van de Heilige Geest heeft de eenvoudige en de juiste uitleg gegeven. Het waren niet zij, het was geen andere kracht, het was de kracht, de macht van de naam van Jezus Christus. En deze vraag van de schriftgeleerden is ook een goede vraag in deze zin van deze duidelijkheid. Zij vroegen: Door welke kracht of in welk naam hebt hij dat gedaan? Door welke kracht of in welk naam hebt hij dat gedaan? Zij wilden weten wie dat kon doen. Wie was de hoofdverantwoordelijk? En Petrus zei nog duidelijk: het was nog een extra kans om te vertellen over Jezus de verrezen. Die zij niet goed begrepen hoe en waar, maar dat je dat.
de leerlingen en vooral Petrus nu heel openlijk kon verkondigen. Het is de kracht van de naam van Jezus. En hij voegde nog iets toe. Op het einde hij zei, er geen andere naam onder de hemel is gegeven aan de mensen waarin wij gered moeten worden. Dan hij legt niet alleen uit wie heeft deze man genezen, maar vooral de grootste genade. Het was niet alleen die hemelijk genezing, maar het was de redding van zijn ziel. En dat is in verband die vaak gebeurt bij deze verhalen. Jezus geneest het lichaam, maar eindelijk daarbinnen het belangrijkste is gebeurd. De persoon heeft redding gevonden. Heeft Jezus kunnen herkennen als de Heer en als de meester van zijn leven. Degene die hen kan redden. En de psalm 118, gaat in deze vervolging over dit thema van de naam van Jezus. Aleluia, brengt dank aan de Heer, want Hij is genade. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan, een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach, Heer, heeft ons uw heil. Ach, Heer, heeft hij ons voorspoed. Hij zegent die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heeren. De Heer is God, Hij verlicht ons. Dan het is een mooi psalm die ons uitnodigt om Gods barmhartigheid, Gods erbarmen te loven. En dat is ook een van de uitdrukkingen van de genade van de verrezenis, de erbarmen van de Heer. Zonder zijn verrezenis zouden we nooit de redding, het nieuwe leven kunnen ontvangen die Hij voor ons dat Hij voor ons al heeft voorbereid. En op het einde van deze psalm zien we deze zin die ook verband maakt met de eerste lezing. Genezen, gezegend die komt met de naam van de Heer. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Dat was Petrus, hein? Door de naam van de Heer, hij wordt gezonden om andere mensen te genezen. Niet door zijn naam, maar door de naam van Jezus. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heeren. De Heer is God, Hij verlicht ons. Verlichting en redding lopen ook naast elkaar. En hoe meer wij redding vinden, hoe meer gaan wij verlicht worden door de genade van de Heer. Hoe meer wij door de genade van de Heer verlicht zullen worden, hoe meer gaan wij ook redding vinden. En tenslotte, bij het evangelie volgens Johannes 21, gaan wij zien de derde verschijning van Jezus. En wij krijgen bij elke verschijning in detail, in tip, in teken van hoe kunnen wij Jezus als verrezen herkennen. Omdat Hij is nu al verrezen bij ons. Maar soms zien wij Hem niet. En hier de leerlingen hadden ook die moeite soms. En wij gaan met Hem leren. Hoe kunnen wij dieper kunnen kijken. Dieper kunnen onderscheiden. Daar is Jezus. Dan Johannes 21. In die tijd verscheen Jezus opnieuw aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus, Thomas, die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus,
en nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. Zij antwoordden, dan gaan wij mee. Zij gingen dus op weg en klommen in de boot, maar zij vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te worden, stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan, vrienden, hebben jullie soms wat vis? Nee, zeiden ze. Toen beval hij hun werpt het net uit, rechts van de boot, dan zult hij iets vangen. Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerlingen van Jezus, van wie Jezus wil, hield tot Petrus. Het is de Heer. Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan, want hij droeg slechts een onderkleed, en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver uit de kust, slechts ongeveer 200 el, en sleepte het net met de vissen achter zich aan. Toen zij aan land waren gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd, met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen, haalt wat van de vis die hij juist gevangen hebt. Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, 153 stuks. En ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei hun, komt ontbijten. Wetend dat het de Heer was, durfde een van de leerlingen hem vragen, wie zijt hij? Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, sinds hij uit de doden was opgestaan. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Nou, wij zien hier in gewoon verhaal, in na de verrijzenis van de Heer, de leerlingen hadden dat niet door. En zij begonnen hun leven van vroeger terug te nemen, alsof niets gebeurd was. Zij konden niet vatten wat gebeurt. En Petrus had deze charisma van herder zijn en hij trekt de mensen bij zich aan. En hij zei, ik ga vissen. De anderen zei, wij gaan mee. En toen verscheen Jezus. En zijn verschijning was een beetje niet zo duidelijk. Het was een beetje verborgen. Zoals in sluier die een beetje bedekte. Waarom? Jezus wilde aan de leerlingen een les geven om hem te herkennen. Ook in de gewone situaties. En zij begonnen dat te kunnen inzien toen deze wonder met de vissen gebeurt. En zij waren niet bij macht het net op te halen. Zij beseften, hier is iemand krachtiger dan wij. Die meer macht heeft dan wij kunnen inzien. En de leerlingen, Johannes, degene van wie Jezus hield, zo wordt hier beschreven, hij kon Jezus voor het eerst zeggen, hij is daar, het is de meester, het is de Heer. En het is tips, Johannes is meer contemplatief.
En contemplatief zijn is kunnen zien in de gewone dingen tekenen van de Heer. Tekenen van de genade van de Heer. En Petrus wordt helemaal in de war gebracht en wist niet wat hij moest doen. Sprong in het water en dat en dit. En op het einde kwam hij helpen de net tot het land te brengen. Wij zien door deze tussenkomst van Petrus zijn kracht als herder. Niemand was bij macht om die net alleen en hij heeft het net gebracht. En dit getal 153, het is een symbolisch getal. Toen geloofde men dat er dit aantal van naties bestond. En dat betekent dat Jezus met deze gebeurtenis, deze wonde, heeft alle naties voor hem kunnen vangen. In de zin kunnen bereiken. En zijn verrijzenis is bestemd voor alle naties. En de linie op het einde met Jezus mengde wonden en iets heel gratuit in het leven ontbeten. De linie merken wel, het is de Heer, maar niemand durft te zeggen. Maar dat was ook niet nodig. Wat Jezus wilde aan hem leren is echt deze innerlijke overtuiging hebben in hun hart. De Heer is hier. Hij heeft ons niet alleen gelaten. Hij laat ons niet alleen. En we kunnen echt door deze twee verhalen, in de eerste lezing en nu het evangelie, vragen aan de Heer deze genade van meer geloof. In zijn naam, in zijn aanwezigheid, ook als het discreet is in ons midden. Zodat wij echt hem kunnen herkennen en ook ontvangen in ons leven als de Heer en als de Verrezen. Vragen wij deze genade door de voorspraak van onze moeder, de Maagd Maria. Wees groot Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel en gezegend dag voor u. Met deze genade van de verrijzenis van de Heer. Dank u wel. Compendium van Lectio Divina 2021 van de gemeenschapszaden van het woord. Het compendium is een hulpmiddel om aan de hand van Lectio Divina dagelijks aan de slag te gaan met het woord van God. Lectio Divina is een methode van biddenlezing van het woord van God met 5 stappen. Lezing, meditatie, gebed, contemplatie en handeling. Methode die ons helpt het woord van God te beleven. Het helpt ons groeien in onze relatie met God en dus in geloof. Elk jaar heeft het compendium een ander thema. Dit jaar gaat het over de glorievolle vrijheid van de kinderen Gods. Wie dat wenst, kan dagelijks een online begeleiding volgen via ons YouTube-kanaal. Het is een gratis aanbod om duiding over de teksten te krijgen en om u te helpen trouw te zijn aan de dagelijkse lectio. Wij zullen een inleiding over de maandelijkse bezinningteksten uit het compendium uitzenden via ons kanaal op YouTube, onze Facebookpagina of via de website van Tongerlo. Kan het compendium 2021 aankopen op de volgende wijze. Indien u nog vragen hebt, haast u dan niet ons telefonisch of per mail te contacteren, zodat wij u verdere uitleg kunnen geven. U bent ook uitgenodigd om dit goede nieuws te delen met vrienden en kennissen. Aarzel niet en ga dit jaar ook verder met God op weg.